Hi en welkom bij deze Heart Opening Yoga Practice. Vandaag neem ik je mee in een gentle flow in combinatie met lekker wat yin en restorative poses, waarbij we ons gaan richten op ons hart, onze hartenergie. Zoals je ziet heb ik hier een plate naast me liggen. Ik nodig je uit om een plate die je thuis hebt liggen op deze manier op te rollen. Eigenlijk dat hij gewoon lekker dik is en wat groot, zodat je er goed op kan liggen. Deze gaan we later in de practice gebruiken. Mocht je iets hebben om op te kunnen zitten wat je heupen iets verhoogt, zoals een meditatiekussen die ik zelf hier heb, een blok of gewoon een kussen van je bank, dan nodig ik je uit om die er ook bij te pakken voor de beginmeditatie van deze practice. Kleed je lekker comfortabel aan. Zorg er ook voor dat je misschien lekker iets van sokken naast je mat hebt liggen. Iets van een vestje, een trui voor de eindontspanning. En als je zover bent, kunnen we gaan beginnen. We gaan beginnen in een comfortabele zittende houding. Dus vind een houding die voor jou prettig voelt. Dat kan in kleermakerszit. Je kan ook altijd in heldhouding komen, waarbij je op je hielen zit en je iets van een kussentje of blok onder je kan plaatsen om op te zitten. Dus vind een houding die voor jou werkt. En je kunt je handen lekker laten rusten op je knieën. Eventueel in je schoot. Zorg ervoor dat je je schouders helemaal lekker ontspant. Ver weg van je oren. En als het veilig voelt en als jij zover bent, dan nodig ik je uit om je ogen te sluiten. Breng je focus maar naar je ademhaling toe. En je hoeft nog niks aan je ademhaling te veranderen, je hoeft hem niet te controleren. Neem maar puur waar hoe je ademhaling op en neer gaat in je lijf. Diep in door de neus. En laat los door je mond. Diep in. En lang uit. En dan nodig ik je hierbij uit om je linkerhand op je hartcentrum te plaatsen. Dit is ongeveer op het midden van je borst. En je rechterhand op je buik. En dit mag best wel laag op je buik zijn, dus best wel flink onder je navel. En dan mag je je ademhaling eerst richting je rechterhand sturen, richting je buik. Dus kijk maar of je bij een inademhaling je buik wat meer kan uitzetten. En bij een uitademhaling dat je buik weer naar binnen valt. En probeer daarbij je inademhaling steeds wat dieper te maken. En je uitademhaling steeds wat meer te verlengen. Door onze ademhaling te verdiepen en verlengen, signaleren we aan ons zenuwstelsel dat het oké is om te ontspannen. Dat het tijd is om te ontspannen. Het is een manier om je systeem weer in die verstilling te brengen, in die kalmte. En vanuit hier gaan we de ademhaling vanuit de buik richting de borst brengen, daar waar je linkerhand ligt op je hartcentrum. En op een uitademhaling gaan we de ademhaling weer terugbrengen vanaf de borst naar de buik. Zo verbinden we de ademhaling. Dus waar je nu ook bent, adem even volledig uit. En adem in door de buik. Richting de borst. Hou vast. En uit, borst. En richting je buik. En het is aan jou of je wil uitademen door je neus of mond. Voel daarin wat goed voelt voor jou. In door de buik.
borst. En uit, borst. Richting de buik. In, door de buik. Borst. En uit, borst. Buik. In, door de buik. Richting de borst. Hou vast. En uit, borst. Richting de buik. Laatste keer in door de buik. Door naar de borst. En uit, borst. Buik. En dan mag je je handen weer laten rusten waar je wil. Op je knieën of in je schoot. En weer terugkomen naar de natuurlijke flow van je ademhaling. En dat mag in en uit door je neus. En voordat we gaan beginnen met de flow, met de bewegingen, nodig ik je uit om even voor een moment te verbinden met je hart. Om even te voelen, voordat we de practice ingaan, hoe je er op dit moment bij zit en hoe je hart op dit moment voelt. En om die verdieping te versterken, nodig ik je uit om allebei je handen op je hartcentrum te plaatsen. Je kunt daarbij je rechterhand over je linkerhand plaatsen. En hiermee draagt jouw mannelijke kant van je lijf je vrouwelijke kant. Rechts is mannelijk, links is vrouwelijk. En kun je voor een moment kijken of je je hart kunt voelen. Misschien kun je je hart voelen kloppen onder je handen. Wellicht kun je wat sensaties opmerken. Warmte. Tintelingen. En als het voor je resoneert, kun je nu de tijd nemen om een intentie voor deze practice te zetten. En ik wil je daarbij uitnodigen om een intentie door je heen te laten komen. Wat je je eigen hart op dit moment toewenst. Dus kijk maar of er een woord doorkomt. Misschien meerdere woorden, meerdere dingen die je als het ware als een zaadje in je hart wil planten. Meer compassie toe, heling, zelfliefde, verzachting. Misschien dat een van deze woorden voor je resoneren, dat je die wilt toevoegen aan je intentie. En we gaan de intentie nog wat meer kracht geven door onze adem te gebruiken. Dus adem diep in door de neus. En stel daarbij voor dat je de intentie echt vasthoudt, echt als een zaadje plant in je hart. En adem uit door de mond. En laat je handen weer los. En plaats ze neer op een plek die prettig voelt. En met de uitademing laten we de intentie daarbij ook los. En mag je vertrouwen dat het zaadje in je hart hierbij is geplant. Je mag vanuit hier kleine cirkels gaan maken met je bovenlijf. En daarvoor mag je je handen op je knieën plaatsen. En deze cirkels eerst heel klein beginnen. En als je op dit moment op iets zit, op een kussen of blok, mag je hem onder je billen vandaan halen. Ik vind het zelf fijn om op mijn kussen te blijven zitten. Dus kijk wat daar goed voelt voor jou. En ik nodig je uit om je ogen, als dat prettig voelt, gesloten te houden. Om echt helemaal in te tunen op het gevoel van deze beweging in je lijf. En je mag de cirkel steeds wat groter gaan maken. Wellicht voelt het fijn om, als je aan de achterzijde bent van de cirkel, je rug wat meer te krommen.
En als je naar de voorzijde komt, je borst wat meer te openen, je keel te openen, je hart te openen. Maak die cirkels maar steeds wat groter en groter. En je kan dit voelen in je schouders, de bovenzijde van je rug. Je kunt als je wil je nek ook meenemen. En maak nu de cirkels naar de andere kant en hou ze maar groot. Dus je kunt aan de voorkant je borst openen. En als je aan de achterzijde bent, je rug krommen. En zoom maar in op jouw bewegingen. Misschien wil je je hoofd ook mee rollen. En blijf je focussen op je ademhaling. Diep in. En lang uit. En als je voelt dat je ook iets wilt loslaten, mag je altijd uitademen door je mond. En vanuit hier mag je de cirkels kleiner maken. En kleiner. En kleiner. Kleiner. En kleiner. Zodat je weer in het midden komt, in stilstand. Dan vanuit hier op een volgende inademhaling mag je je kin richting je borst brengen. En hierbij voel je een stretch aan de achterzijde van je nek. Op je volgende inademhaling mag je je rechteroor naar je rechterschouder brengen. En je hoeft hierbij niet je hand of iets te gebruiken. Laat maar puur je hoofd vallen. Laat zwaartekracht maar zijn werk doen. En je voelt hierbij een stretch aan de linkerzijde van je nek. En onze nek die staat holistisch gezien voor de brug tussen ons hart en ons hoofd. En als ons hart en ons hoofd veel in strijd is met elkaar, kan het zijn dat je meer spanning kunt ervaren in je nek. Veel verschillende dingen spanning hebben in ons nek, maar dit is er één van. Adem diep in. En op je volgende uitademhaling mag je wisselen van kant. Breng je je linkeroor naar je linkerschouder. En hierbij voel je de stretch aan de rechterzijde van je nek. Wellicht kun je opmerken dat deze kant wat anders voelt. Misschien wat stijver of juist wat losser. En wat ik zo mooi vind aan onze nek is dat het dus echt een brug is tussen ons hart en hoofd. En dat het eigenlijk een hele mooie uitnodiging is om ons hart en hoofd meer in verbinding te brengen met elkaar. En te weten, wanneer spreekt mijn hoofd, mijn mind, en wanneer spreekt mijn hart? Kan ik het verschil horen tussen die twee? En op een uitademhaling mag je je kin weer richting je borst brengen. En vanuit hier gaan we onze keel openen. Dus op een inademhaling mag je dit keer je hoofd helemaal naar achter brengen. En dan hebben we dus een mooie opening in de keel. En onze keel is ook een plek waar veel spanning kan zitten. Vooral als we dingen inslikken, dingen niet uitspreken. Adem diep in hier. En uit, breng je kin weer richting je borst. Dat doen we nog een keer. Adem in, gooi je hoofd maar langzaam naar achter. Met liefde. Open je keel, adem in. En uit, breng je kin weer richting je borst. Kom weer naar het midden. Dan vanuit hier op een inademhaling mag je je armen naar de zijkant brengen in cactushouding. En hierbij openen we onze borst. Dan kan je ook een fijne stretch voelen aan de voorzijde van je schouders. Adem in hier. En adem uit. Sluit jezelf door je handen over je heen te slaan. En hiermee kom je in een knuffel. Adem in. Open je hart. Open je borst. En uit. Maak jezelf weer klein en geef jezelf een knuffel. Ik vind dit een soort mooie metafoor voor het openen en sluiten van ons hart. Adem in, open je borst. En uit, maak jezelf weer klein. Alsof je hier in een geborgen, veilige bubbel zit met jezelf. Adem in, open je borst. En uit, maak jezelf
weer klein. En kom weer richting het midden. Dan vanuit hier gaan we naar een alforspositie. Dus mocht je op iets zitten, breng het naar de zijkant van je mat en kom op handen en knieën. Zorg ervoor dat je je vingers goed spreidt, zodat je goed kunt leunen op je vingertoppen en niet te veel op je polsen. En dat je voeten stevig in de mat staan en je kunt je navel een klein beetje naar binnen trekken. Hierdoor heb je een wat stabielere, stevigere houding. Vanuit hier gaan we naar de Melting Heart Pose. Dus je knieën blijven waar ze zijn, onder je heupen. En je mag je handen een stuk verder richting de voorzijde van je mat plaatsen. En vanuit daar mag je jezelf laten vallen. En mag je je voorhoofd richting de mat brengen. En zoals je wellicht al kan voelen, is dit een hele fijne, maar ook best wel intense stretch voor de schouders en voor je bovenlijf. Mocht je dit te intens vinden, dan kun je er altijd voor kiezen om je armen wat breder te plaatsen. Hoe breder je je armen plaatst, hoe minder intens deze stretch gaat zijn. Dus hoe dichter je je armen bij elkaar brengt, hoe intenser. Dus kijk wat jij daarin op dit moment nodig hebt. En deze pose zegt het al, Melting Heart Pose. Je brengt je hart echt richting de mat, richting de grond. En daarbij openen we ook ons hart. Dit is een hele mooie hartopener. En blijf je goed focussen op je ademhaling. We zijn hier niet voor al te lang. Hoe voelt het om je zo mooi over te geven aan de grond onder je? Om je te laten dragen door de grond? En ons hart openen kan heel spannend voelen, heel kwetsbaar. Misschien ja, is dat herkenbaar voor je. Soms kan je dat ook voelen in de pose zelf. We blijven hier nog 3 ademhalingen. Diep in door de neus. En laat maar los door de mond. Als het fijn voelt, kun je er altijd bij zuchten, geluid maken. Ook een fijne manier voor je zenuwstelsel om te reguleren, te ontspannen. Laatste diepe in- en uitademhaling hier. En vanuit hier, let op, mag je op je onderarmen leunen. En je volledige bovenlijf naar de voorzijde van de mat brengen. En je heupen richting de mat plaatsen. Dus hierbij komen we in Sphinx Pose. Daarvoor leun je op je onderarmen. En mag je je billen en benen helemaal lekker ontspannen. We hebben nog wel eens de neiging om die aan te spannen in deze pose. Laat ze maar helemaal lekker ontspannen. En ontspan je schouders. En duw jezelf actief omhoog. Zodat je borst en je hart open zijn. Dat je niet te veel hangt. Dit is ook een hele fijne, mooie hartopener. Adem diep in hier. En op je uitademhaling mag je jezelf volledig naar de mat brengen. Voorhoofd op de mat. Breng je handen op schouderbreedte, voeten stevig in de mat, ellebogen naar achter. En we gaan onszelf nu een paar keer naar baby cobra brengen, dus de beweging mag heel klein zijn. Op een inademhaling breng je je borst en je hoofd omhoog. Je mag naar de mat kijken. En als je wil, kun je je armen van de mat afhalen. Daarbij voel je dat je echt de kracht gebruikt van je onderrug en niet van je armen. Adem in hier. En uit, breng jezelf weer naar de mat. Dit doen we nog 2 keer. Adem in, baby cobra. Als je wil, kan je je handen weer van de mat afhalen. Adem uit, richting de mat. En laatste keer, adem in, baby cobra. En uit, richting de mat. En vanuit hier mag je jezelf weer terugbrengen naar een all fours positie. Breng je knieën weer onder je heupen. Handen ongeveer op schouderbreedte. En vanuit hier gaan we lekker flowen. Dus op een inademhaling mag je je linkerarm mee omhoog nemen richting het plafond. En op een uitademhaling breng je hem onder je rechterarm. En we gaan dit nog een paar keer in een flow doen. Dus adem in, breng je arm mee omhoog.
En adem uit. Breng hem om in je rechterarm. Adem in omhoog. Adem uit onder je rechterarm. En laatste keer adem in omhoog. En adem uit. Dit keer mag je je arm helemaal richting de mat plaatsen en je linkerwang op de mat. En hierbij komen we in thread the needle. Je mag je rechterarm, ik ga hem heel even spiegelen zodat je mij beter kan zien. Mag je lekker hier dicht bij je gezicht houden. Je kunt ook je arm helemaal voor je uitstrekken. Hierbij maak je de stretch nog wat intenser voor je bovenlijf. Mocht je nog wat meer verdieping willen, dan kun je ook je arm over je bovenlijf heen slaan en hem binden over je heup heen, zodat je je bovenbeen kunt vastpakken. Dit is de meest intense variant. Dus kijk wat op dit moment passend voelt voor jou. En voel maar dat je wordt gedragen door de grond. Dat je helemaal lekker mag loslaten. Zie ik maar echt als een uitnodiging om echt even helemaal niets te hoeven. Gewoon even helemaal hier te zijn. Met alles wat is. Juist in momenten van deze verstilling, van naar binnen keren met onszelf zijn, kan alles wat aanwezig is in ons nog meer naar voren treden. En weet dat alles wat op dit moment aanwezig is in jou, dat je er niks aan hoeft te veranderen. Je hoeft het niet op te lossen, niet te fixen. Adem diep in door je neus. En op een uitademhaling mag je je arm weer mee omhoog nemen richting het plafond. Maak jezelf lang. En breng je hand weer op de mat, al voor. Vanuit hier mag je op je hielen komen zitten. En neem ik je mee in een kleine flow voordat we de andere kant gaan doen. Je mag je rechterhand achter je billen plaatsen en we gaan hier door in Dancing Camel. Dus op een inademhaling neem je je linkerarm mee omhoog, je heupen van je voeten af en maak je jezelf lang. Dit is ook een hele mooie hartopener. Deze voel je in je schouders, in je heupen, de voorkant van je benen. Maak jezelf maar lang, voel die stretch in je lijf. En op jouw volgende uitademhaling mag je weer op je hielen komen zitten en vanuit hier doorkomen naar Child's Pose. En daarvoor mag je je knieën naar elkaar toe brengen. En je armen voor je uit, hoofd op de mat. Dan vanuit hier breng je jezelf weer in een alfors positie en dit keer in een cat positie. Dus je holt je rug, je maakt jezelf weer krom. En dan duw je jezelf door naar een volledige cobra pose. Dus je stretch jezelf helemaal uit. Je opent je borst, opent je keel. Zorg ervoor dat je schouders zo ver mogelijk van je oren verwijderd zijn. En duw jezelf echt krachtig omhoog en dat voel je ook in je onderrug. En vanuit hier breng je jezelf weer eerst aan all fours positie door naar je hielen. En deze flow gaan we een paar keer doen. Plaats je linkerhand dit keer achter je billen. En op een inademhaling kom je in Dancing Camel. Dus duw je heupen van je hielen, rechterarm over je hoofd. Maak jezelf lang. En adem uit, kom in Child's Pose. Knieën naar elkaar toe, handen vooruit, voorhoofd op de mat. Adem hier. Vanuit hier duw jezelf door naar een all-fours. Hol je rug, kom in een cat-positie. En breng jezelf door naar of cobra. Open je hart, open je borst. Adem diep in hier. En op je uitademhaling breng je jezelf weer richting je hielen. Rechterhand dit keer achter je. Kom weer in die dancing camel. Duw je heupen van je hielen af. Maak jezelf lang, open jezelf. En adem uit, kom naar Child's Pose, knieën naar elkaar toe, handen vooruit, voorhoofd op de mat, adem hier.
Adem in, kom in all fours. Kom in cat, positie en duw jezelf door naar een cobra pose. Schouders weg van je oren, maak jezelf lang, open jezelf. En adem uit, kom weer richting je hielen. Laatste keer aan de linkerkant, dus linker hand achter je billen. Dancing camel, rechterarm over je hoofd. Maak jezelf lang, voel de stretch. En adem uit, kom in child pose. Knieën naar elkaar toe, handen vooruit, voorhoofd op de mat. Adem in, all fours, cat positie. En duw jezelf door naar cobra. Maak jezelf lang, open je hart, laat jezelf weer zien. En duw jezelf dit keer door naar een all fours positie. Dus kom weer met handen en knieën op de mat. Dan gaan we nu naar thread the needle aan de andere kant. Dus op jouw volgende inademhaling breng je rechterarm mee omhoog richting het plafond. Adem uit, breng hem onder je linkerarm door. We gaan eerst weer die flow doen. Adem in, arm omhoog. Adem uit, onder je linkerarm. Adem in, rechterarm omhoog. Adem uit, onder je linkerarm. En laatste keer, adem in omhoog. En uit, dit keer plaats je je rechterarm op de mat, rechterwang op de mat. En kijk ook hier weer wat je met je linkerarm wilt doen. Wil je hem weer dicht bij je gezicht houden? Of voor je uitstrekken? Of eventueel die bind maken en je bovenbeen vastpakken? Ons lichaam is niet symmetrisch, dus misschien heeft deze kant iets anders nodig dan de andere kant net. Dus luister daarin goed naar je lijf. En ik nodig je uit om weer je ogen te sluiten. En je focus te brengen naar je ademhaling. Onze adem is onze anker, waar we altijd weer naar terug kunnen. Niet alleen tijdens onze practice, maar ook buiten de mat. Als het leven even overweldigend voelt, als we veel emoties voelen in ons lijf. Je kunt altijd terug naar je ademhaling. Die is er altijd voor jou om je een focus te brengen, een center, een ankerpunt. Probeer je benen helemaal te ontspannen. Kijk of je nog ergens misschien vasthoudt op dit moment. Kun je daar ontspanning naartoe brengen? Adem diep in. En op je volgende uitademhaling neem je je rechterarm mee omhoog. Maak jezelf lang. En breng je hand weer richting de mat, all fours. Vanuit hier gaan we naar een zittende positie. Dus je mag je billen richting je hielen brengen. En op jouw manier op je billen komen zitten en je benen voor je uitstrekken. En daarbij mag je je zitpotten echt helemaal gaan vinden. Dus het kan helpen om je huid rondom je zitpotten een beetje wat meer van je weg te duwen. Zodat je echt stevig zit. En vanuit hier op een inademhaling mag je je armen mee omhoog nemen richting het plafond. En op een uitademhaling breng je jezelf naar voren. Hou je spijn daarbij zo recht mogelijk. En dan mag je kijken tot hoe ver je komt. We gaan eerst flowen voordat we in deze positie landen. En dan mag je je handen weer richting de bovenzijde van je lijf brengen. Dus breng je handen maar over je benen, je heupen, borst, je buik. En op een inademhaling mag je je armen weer strekken. En uit gaan we weer hetzelfde doen. Dus breng jezelf naar voren. Kijk maar waar je handen landen. En breng ze maar weer naar de bovenzijde van je lijf. Raak jezelf maar aan op jouw manier. Dat is een hele fijne sensuele manier om jezelf aan te raken. Adem in, maak jezelf weer lang. Armen omhoog. En uit, laatste keer. Kijk maar weer waar je handen landen. Breng je armen weer over je lijf heen. Alsof je je lijf even helemaal knuffelt met je eigen aanraking. Adem in, armen weer omhoog. En vanuit hier mag je jezelf naar voren laten vallen. En kijk of je daarbij eerst je ruggengraat nog recht kan houden. Kijk maar hoe ver je komt. En kijk maar waar je handen willen landen. Op je voeten, je schenen. Misschien naast je op de mat, op je knieën. Kijk maar wat haalbaar is voor jou. En als je daarin je plek hebt gevonden, dan mag je helemaal lekker vooroverbuigen en jezelf helemaal hollen.
Je mag altijd je benen een beetje lichtjes buigen. Je hoeft ze niet helemaal te strekken. Kijk maar wat daarin haalbaar is. En je voelt deze stretch aan de achterzijde van je benen. Je hamstrings, je kuiten. En je mag daarbij je voeten flexen. Dus je tenen richting je gezicht laten wijzen. Daarbij bescherm je je knieën. En maak je de stretch ook nog wat intenser. En laat je maar helemaal lekker zakken. Doe nu een forward fold. En een forward fold is heel fijn voor ons hoofd. Laat eigenlijk letterlijk bloed naar ons hoofd stromen. En dat kan helpen bij angst, bij stress, bij zorgen. En in deze houding zitten we natuurlijk ook wat meer gesloten. Het is eigenlijk een counterpose van wat we veel hebben gedaan. We hebben heel veel geopend, veel backbends gedaan. Veel opening in onze borst. En hierbij doe je eigenlijk het tegenovergestelde. En ik vond het mooi om deze pose ook mee te nemen, omdat het natuurlijk gaat over ons hart en over het openen van ons hart. En we hebben ook fases in ons leven waarin we dat even niet zo goed kunnen. Waarbij het veilig voelt om juist weer even die geslotenheid, die geborgenheid te vinden. En dat dat ook oké is. Dat het oké is om die geborgenheid, die geslotenheid weer heel even op te zoeken in tijden van overweldigdheid, van als het gewoon even veilig voelt om hier te zijn. Zolang het ons natuurlijk dient. Zolang het ons niet isoleert of weghaalt van liefde. Het is natuurlijk altijd een balans die soms ook moeilijk te vinden is. En dat is ook oké. Adem diep in hier. En op je volgende uitademhaling mag je weer heel langzaam wervel voor wervelkolom komen zitten in een neutrale houding. En om nog even een counterpose te doen, mag je je handen achter je neerplaatsen, vingers richting je billen, voeten op de mat. En op jouw volgende inademhaling mag je je heupen van de mat afduwen. Dan kom je in tabletop, maar dan reversed. En je mag als je wil je hoofd naar achter gooien en je keel nog wat meer openen. Je mag ook naar voren kijken. Kijk maar wat goed voelt voor jou. We zijn hier niet voor lang. Adem in hier. En uit. Kom weer richting de mat. Dan vanuit hier gaan we naar onze rug. En hebben we de plate nodig. Dus je mag je plate erbij pakken. En deze aan de achterzijde van je mat plaatsen. We gaan hier zo meteen op liggen. Dus je mag jezelf wat meer naar de voorkant brengen. Zodat je alle ruimte hebt en dat je hoofd op de mat komt zometeen. En je mag je plaat tegen je onderrug, tegen je zitpotten aanplaatsen. Dan vanuit hier mag je jezelf richting de mat brengen. En je hoofd die komt van je plaat af. En kijk even of je de ruimte hebt. Sommige mensen zullen de ruimte hebben om hun hoofd op de mat te laten vallen. Mocht dit echt te intens zijn of jij hebt deze ruimte niet, dan kun je altijd een kussen pakken. Wellicht het kussen waar je ook op hebt gezeten aan het begin van deze practice, of een blok wat je ter beschikking hebt. En dit onder je hoofd leggen. De focus is de opening van onze borst hier. Van onze borstspieren, gewoon ons bovenlijf. Het is heel erg mooi als je je keel wilt meenemen. Maar hoeft niet. Dus kijk even wat goed voelt voor jou hierin. En voor je benen heb je verschillende opties. Je kunt je voeten op de mat laten. Dit is wat minder intens. Helemaal goed als je hier blijft. Mocht je wat meer willen, kun je je benen ook strekken. En mocht je ook opening willen in je heupen, dat je nog meer opening vindt in je lijf, dan kun je ook in butterfly houding komen. En daarbij breng je je voetzolen tegen elkaar aan en vallen je knieën naar buiten toe. Dus vind daarin jouw plek, kijk wat prettig voelt voor jou. En als je jouw plekje hebt gevonden, dan nodig ik je uit om je ogen lekker te sluiten. Dit wordt onze laatste asana voordat we richting onze eindontspanning gaan. Je mag je handen lekker naast je neerplaatsen op de mat. Of intuïtief op je lijf. Je mag je handen ook op je hartcentrum plaatsen, je buik. Ook daarin is de keuze helemaal aan jou. Het is jouw practice, jij bepaalt.
En terwijl je hier zo kwetsbaar en open ligt en je helemaal mag zakken en landen in deze houding, wil ik een klein stukje aan je voorlezen uit een boek die mij echt verder heeft geholpen op mijn journey. Hij heet Naar Binnen van Jong Pablo. En dit stukje mag je helemaal ontvangen vanuit mij naar jou, vanuit mijn hart naar de jouwe. Het mag dan even geduurd hebben, maar uiteindelijk maakt dat niets uit. Na al die heling via zelfobservatie had ze nu kracht. Ze had nu moed en de wijsheid om haar daadkracht waardig te gebruiken. Niet langer vluchtte ze weg van haar pijn en zorgen. Niet langer stond ze toe dat desillusies haar geest gevangen hielden. En niet langer twijfelde ze eraan dat de sterkste heler die ze ooit had gekend haar eigen onvoorwaardelijke liefde is. We blijven hier nog 1 minuut. En voor deze minuut zal ik stil zijn, zodat je helemaal met jezelf kunt zijn, je binnenwereld. En kunt zijn in de stilte. Adem diep in en uit. Laat maar helemaal los. Vanuit hier mag je met behulp van je armen jezelf heel langzaam weer omhoog duwen. Mocht je in butterfly liggen, breng dan eerst je knieën weer naar elkaar toe voordat je jezelf omhoog helpt. En dan mag je je pleat weghalen, naast je mat neerleggen. Je kussen, mocht je die gebruiken ook. En dan gaan we door naar onze eindontspanning. Dus je mag weer lekker op je rug komen liggen. Mocht je het jezelf warmer willen maken, heb je nu de mogelijkheid om nog lekker sokken aan te doen, een trui. Je kunt je plaid eventueel lekker over je heen leggen. En mocht je op dit moment wat meer gronding willen, dan kun je je kussen ook op je buik leggen, ongeveer ter hoogte van je navel. Ik neem je nog 1 keer mee in een korte ademhalingsoefening, zodat je helemaal lekker in je eigen bubbel kunt verkeren. Adem diep in door je neus. Hou vast. Adem nog wat dieper in. Hou vast. En adem uit door je mond. Verkeerd in die leegte. Dit doen we nog 1 keer. Adem diep in. Hou vast. Adem nog wat dieper in. Hou vast. En uit door je mond. En voor de komende minuten hoef je je adem niet meer te controleren. Laat maar helemaal lekker gaan. Chill maar in op diepe ontspanning. Alles in je lijf is ontspannen. Je mind is ontspannen. En deze komende minuten zijn voor jou om diep naar binnen te keren.
Word je weer langzaam wat meer bewust van je ademhaling. Voel je adem op en neer gaat in je lijf. Breng weer langzaam wat beweging in je lichaam. Om je vingers te bewegen. Je tenen. Je polsen. En je enkels. Misschien voelt het lekker om je hoofd van links naar rechts te bewegen. En je kunt jezelf lang maken en jezelf uitstrekken. Je lichaam weer langzaam wakker maken. Wanneer jij zover bent, mag je op jouw favoriete manier weer naar een zittende houding komen. Als je weer eenmaal zit, nodig ik je uit om je ogen nog even gesloten te houden. Om die connectie met je binnenwereld nog even te behouden. En om even na te voelen hoe je je voelt vergeleken voor deze practice. Volgende inademhaling mag je je armen mee omhoog nemen richting het plafond. En je handen op je derde oog plaatsen in Anjali Mudra in prayer positie. Dat ik liefdevolle gedachten mag hebben over mezelf en over anderen. Plaats je handen voor je mond. Dat ik liefdevolle woorden mag uitspreken naar mezelf en naar anderen. En plaats je hand voor je hart. Dat ik liefdevol mag bewegen. Naar mezelf en naar anderen. En breng je voorhoofd richting je handen. Maak een buiging voor jezelf en je mooie lichaam. Namaste.